Gefeliciteerd met uw nieuwe RH Active stoel. U heeft een bijzonder product gekozen dat u jarenlang een superieur comfort en flexibiliteit zal bieden. Het is een goed idee om nu een paar minuten uit te trekken, zodat u er zeker van bent dat u het door u gekozen product ten volle kunt benutten. Uw lichaam zal u dankbaar zijn. De RH Active is een unieke, flexibele en gebruiksvriendelijke stoel die zowel in de active stand gebruikt kan worden, waarbij u de stoel bedient met uw romspieren, als in een door u gekozen vaste positie. Hou voor we van start gaan even in gedachten dat u, wanneer u een kantoorstoel gebruikt, u er altijd voor moet zorgen dat u goed rechtop zit in de stoel. Veel te veel mensen zitten onderuitgezakt op hun stoel en dat is een van de meest voorkomende oorzaken van rugpijn. Zorg er alsjeblieft voor dat, als u de armleggers gemonteerd heeft, die goed vastzitten en op de juiste breedte staan. Om de hoogte in te stellen hoeft u alleen maar op de hendel te drukken om de armleggers hoger of lager te zetten, zoals u hier kunt zien. Afhankelijk van het type armlegger dat u gebruikt, kunt u de bovenkant draaien of naar achter of naar voren schuiven. Uw onderarm moet een hoek van ongeveer 90 graden vormen met uw bovenarm en uw schouders moeten ontspannen zijn. U heeft waarschijnlijk gezien dat de hendels aan uw rechterkant voorzien zijn van pictogrammen, zodat u ze nog eenvoudiger kunt bedienen. We beginnen met de hoogte van de stoel. Til de voorste hendel op om de hoogteinstelling van de stoel te activeren. Probeer ervoor te zorgen dat uw heupen zich iets boven uw knieën bevinden om een open hoek van meer dan 90 graden te vormen. Zorg er ook voor dat uw voeten plat op de grond staan. De juiste zithoogte kan de bloedcirculatie en zuurstofopname stimuleren en kan bovendien uw spijsverteringsstelsel helpen om beter te werken. Als u een verstelbare werktafel heeft, kunt u er bovendien voor zorgen dat die op de juiste hoogte staat. De volgende instelling is de verschuifbare zitting. Breng de middelste hendel omhoog om de verschuifbare zitting te ontgrendelen en de juiste diepte voor u in te stellen. Zorg ervoor dat er enige afstand is tussen de voorste rand van de zitting en uw knieholtes. 2,5 à 5 centimeter is meestal goed. De juiste zitdiepte helpt om uw bovenbenen te ondersteunen en zorgt ervoor dat de bloedtoevoer naar uw onderste ledematen niet wordt afgesneden. Nu kijken we naar de hoogte van de rugleuning. Als u uw arm achter uw stoel houdt, voelt u aan de rechterkant van de leuning de drukknop. Druk de knop in en hou hem ingedrukt, terwijl u met beide handen de rugleuning omhoog of omlaag schuift. Wanneer de rugleuning op de juiste hoogte is, laat dan de knop los, zodat hij vergrendelt. Het geheim van de juiste instelling van de rughoogte is een comfortabele zithouding en een onderrug die op elk moment goed ondersteund wordt. Nu gaan we kijken hoe het mechanisme werkt. De achterste hendel rechts regelt het active mechanisme. Door hem 90 graden naar voren te draaien tot hij vastklikt, activeert u het bewegingsmechanisme van de stoel. De stoel wordt nu bediend door uw spieractiviteit. Het unieke bewegingsmechanisme volgt elke beweging die u maakt en garandeert op elk moment een superieure ondersteuning. U kunt de stoel ook in elke gewenste positie vastzetten door de hendel gewoon terug in zijn horizontale positie te draaien. Een andere handige eigenschap is de mogelijkheid om de rugleuning individueel in te stellen. Doe dit door dezelfde hendel naar achter te draaien en in die positie te houden. Zodra de rug in de juiste positie staat, laat u de hendel los. Dit garandeert een goede ondersteuning van de onderrug, ook wanneer de stoel in zijn vaste positie staat. Er zijn echter een heleboel goede redenen om uw stoel niet te vergrendelen. Beweging en variatie verhogen de bloedcirculatie en de zuurstoftoevoer naar uw lichaam en zijn goed om u alerter te houden. Vergeet niet, als u stil zit, komt u nergens.